Al meer dan 40 jaar zet onze universiteit in op kunst op de campus en wij hebben dus een schitterende collectie verspreid overheen alle campussen in de stad en in Wilrijk en in Edegem. Maar wat we nu verworven hebben, dankzij ook de generositeit van die grote galerist Ronnie van de Velde, is buitengewoon. Aan een ondertal kunstenaars werd verzocht om in Schaal een museumzaal te construeren. Het zijn Belgische kunstenaars en het geeft een uitstekend overzicht in de Belgische kunst van 1945 tot nu. Ik noem maar het surrealisme, Cobra, het constructivisme, de zero-beweging, de assemblage. Individuele parcours, individuele mythologieën die opgebouwd zijn door echt betekenisvolle artiesten. Het nieuwe figuratieve schilderen, waar wij wereldfiguren in hebben. Het neo-expressionisme, installatiekunst, ook de fotografie. Al die elementen komen hier verenigd. 105 lopende meter kunst. Dit is ongelooflijk. Er hangen zeer grote namen tussen in iedere strekking. Ik noem maar Paul van Oudon, René Magritte, Panamarenko, Broodaars, Luc Tuymans, Fred Bervoets, Annemie van Kerkhove. Enfin, ik zou de lijst kunnen verder zetten. Het zijn vooral figuren die iets bewogen hebben. En dat is voor ons belangrijk. Oh, ik vind het bijzonder prettig dat de tentoonstelling van die mini-museumzalen, dat die hier een blijvende plek heeft gevonden in de universiteit. Het is toch een broeinest van jong talent, dus dat die mensen daarmee geconfronteerd worden, vind ik een uitstekende gedachte. Ja, ik moet wel zeggen dat ik enorm blij verrast ben dat dat hier een permanente plaats heeft gekregen. Vooral omdat het zich zo schoon integreert in de architectuur. Het is perfect gedaan. Deze 105 kijkdozen, die 105 hebben al getoerd door in Europa in spraakmakende tentoonstellingen, maar zijn nu permanent hier. Zij worden permanent opgesteld en zijn dus een baken in de stad. Ik denk vooral dat het heel goed is dat dat hier is voor de studenten, omdat er dingen zijn die heel toegankelijk zijn. Elke kist is eigenlijk een andere wereld. En er zijn dingen die toegankelijk zijn. En waarschijnlijk zullen dan de meeste studenten eerst naar de voor hun meer toegankelijke dingen gaan en zo dan misschien curieuzer worden naar dingen die niet zo vanzelfsprekend zijn. Dus ik denk dat dat gewoon niet anders als een enorm goede invloed gaat hebben op het denkvermogen van de studenten. Wel, de studenten reageren toch wel heel bijzonder, omdat het dingen zijn die aantrekken. Ik heb de indruk dat dit voor de studentenpopulatie een enorme inzet kan zijn om hen beter te betrekken bij wat er beweegt in de kunst. En dat is onze doelstelling tenslotte. Ik heb toen enkele werkjes geschilderd die pasten in een reeks waar ik mee bezig was. Dus ik heb die gewoon op schaal geschilderd, mini-vorm. En het gekke is, als ik het nu weer opnieuw zie, dan denk ik, waarom heb ik die nog nooit enorm groot geschilderd? Het tegenovergestelde. Dus dat ben ik misschien wel van plan. Dat is echt iets waar je met iemand van het buitenland naartoe kunt komen. Zo'n permanent museum. Dus dat is gewoon fantastisch. Kunst op de campus is hier enorm trots op dat wij dit kunnen presenteren aan de ganse bevolking. Dit is uniek in België.
Wat we hier hebben is gewoon top. Dit is uniek, dit is buitengewoon, dit is van Europees niveau en dit is ongezien. En dat zal hier permanent staan. Dat is buitengewoon.